Mijn naam is Dirk-Jan Hoekstra. Ik ben Sales en Marketing Director bij Weltevree. Weltevree is een design label voor buitenmeubilair. Het meest bekende product is wel de Dutch Tub. Maar daarnaast zijn de Oude Oven en de Wheelbench. Ook twee hele bekende producten. En bij Weltevree verkopen we ons product via twee kanalen. Eén kanaal is ons retailkanaal. Daar de bekende woonwinkels en woonwebshops. Dat doen we voornamelijk binnen Benelux en Duitsland. Maar ook nog daarbuiten. Dus we hebben ook klanten in Amerika tot aan Nieuw-Zeeland zitten. En daarnaast hebben we een eigen webshop waarmee we onze eindklanten direct verkopen. Voordat we de huidige website met Enrise zijn gaan bouwen, draaide onze website op WordPress in combinatie met WooCommerce. Die website heeft jarenlang goed gefunctioneerd en eigenlijk de flexibiliteit van het platform heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het een heel complex geheel is geworden aan de achterkant. Waardoor als aan de ene kant wat misging, ging eigenlijk aan de andere kant ook wat kapot. Waardoor de website niet meer schaalbaar was. Toen zijn we een traject gestart met onder andere Enrise. Waar we zijn gaan kijken van wat is nu het beste voor Weltevree om de volgende stap te maken. Ik ben Milou Dijkstra. Ik ben verantwoordelijk voor de e-commerce binnen Weltevree. Tijdens de Discovery Phase hebben Dirk-Jan en ik wel eens aangekeken. Wat duurt dit eigenlijk lang en waarom gaat hier zoveel tijd overheen? Maar uiteindelijk is binnen een paar weken die website gebouwd en was hier precies zoals we wilden. Bij het start van het project dachten we dat we heel goed in beeld hadden wat we wilden en hoe we het wilden. Maar we kregen zoveel vragen dat er vooral heel veel vragen ook bij ons weer opkwamen. Van oké, is dit nou echt wat we willen? Dus niet alle ideeën die wij bedachten, dat ze dat gingen uitvoeren, maar ook echt kritische vragen stellen. Oké, waarom wil je het? Is dit wel echt wat je wilt? Maar misschien moet je het wel helemaal anders doen. Voornamelijk de meertalige website was voor ons een technische uitdaging. Waar Enrise denk ik goede ervaring in had met andere partners die ze met ons konden delen. Een van de grote veranderingen van de webshop is human error. Met onze vorige webshop moesten we heel veel invullen en was er heel veel op HTML-codes gebouwd. Waardoor er ook veel fouten gemaakt konden worden. En het platform is zodanig ingericht dat we dat nu niet meer kunnen en dat we precies kunnen invullen wat we nodig hebben. Het belangrijkste in de zoektocht naar onze technische partner, dat we echt het gevoel kregen dat er iemand met ons meedacht over het platform. Wij zien Enrise echt als een verlengstuk van ons marketingteam. Ervaren de samenwerking daarmee ook heel fijn. Er waren hele korte lijnen tot nu toe. Duidelijke communicatie, hele heldere afspraken. En zodra Sprint was gestart, waren de lijnen direct met de developers, zodat zij ook weer snel konden schakelen in de Sprint. Zonder dat ze het via een product owner naar ons lieten lopen. Stel ze eigenlijk de vraag direct aan ons. Ja, wij zijn best wel kritisch bij Weltevree. Heel veel eisend. Maar Enrise heeft heel erg meegedacht. En eigenlijk was geen plan te gek voor ze. Dus super fijne samenwerking.